Soms vinden ze een beetje rare muziek voor hun damesmotorzaak. Beetje bluesachtig. Maar dan, we draaien heel graag blues. Dan heb je goed kans dat Karel vanmiddag ook komt, ja, hoor, met deze muziek. Maar wij draaien heel graag blues. Heel goed. Dames, goedemiddag. 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 Hij loopt. Hij loopt. Ja. Lopen jullie nog? Want jullie zijn al een paar weken flink bezig hier, of niet? Dat klopt. We zijn al vanaf 2 januari hier zo bezig. Dus het was flink aanpoten. Maar we leven nog. Ja. We lopen nog. En we hebben er heel veel zin in. Ja. Ik geloof het. Het is een hele mooie zaak geworden. Ik ga er zo meteen wat beelden van maken. Ja. Maar vertel even kort. Want jullie zaten op nummer... Wat voor nummer was het eigenlijk? 4. Lange file 4. 4. En dit is nummer... 13. Ja. Ja, het is nog wel lange file, hè? Net. Ja. Nee. Nee, het is net Pottenmarkt. Het is Pottenmarkt. Het is eigenlijk het laatste pand van de Pottenmarkt. Dus ik hoor niet meer bij de lange file. Nee. Ja, dat vertelde Karel van Café de Zaak dat er ook heel vaak met bezorgen dat ze dan heel vaak miszitten. Iedereen denkt dat het toch lange file is. Ja, ja. En het is ooit een restaurant geweest, daarna allemaal kledingzaken. En jullie hebben er echt behoorlijk veel aan gedaan. En je hebt de vloer helemaal... We hebben er heel hard aan gewerkt. We hebben de muren lekker strak getrokken. Ja, vooral de mannen, hè? Ja, de mannen hebben die hebben het zware werk gedaan. Haar man, mijn man, die hebben echt keihard gewerkt. Ja. En de muren strak getrokken. De vloer is door weer een hele goede andere vriend lekker geschuurd en in de olie gezet. Paskamers zijn vernieuwd. Eigenlijk alles gewoon helemaal. Alles is aangepakt, ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag, de collectie. Is die uitgebreid? Want je hebt meer ruimte nu gekregen? Nou, dat lijkt maar zo. Het is natuurlijk meer ruimte in de breedte. We missen wel in de diepte natuurlijk een aantal rekken. Wat we weer oplossen met de rekken die we in het midden neerzetten. Dus qua merken is er nu niks veranderd. En van het najaar komen er wel 2 kleine merken weer bij. Oké. Maar we kijken gewoon en anders creëren we weer een nieuw rek. Maar het is de vertrouwde collectie, maar natuurlijk met de nieuwe lente lijnen en noem maar op. Alles. Maar dan ook gewoon anders geëtaleerd. Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. En nou zei je ook nog van, je oude pand is nog niet verhuurd, dus daar heb je nog uitverkoopspullen hangen. Gaat die zaak dan ook nog open of is dat niet aan de hand? Dat is wel de bedoeling. Dat willen we wel gaan kijken of we dat kunnen realiseren. Natuurlijk met de bezetting aan de overkant. En dat zal misschien 2 middagen in de week zijn van... 12 tot 4 of van 1 tot 5 of zo. We moeten nog even zien. Dat gaan we ook wel communiceren op social en ook op het raam dan op de Lange File 4. Maar eerst de komende 3 dagen, vanaf morgen zijn we hier dan open. Voor het publiek, eerst hierop en dan moeten we eens even kijken hoe het loopt aan de overkant. Maar met de bezetting zeg je, want dat is nog steeds, je zoekt nog steeds, je kan wel goed hulp gebruiken nog. Ja, ik kan nog steeds echt wel... En hebben we het dan over fulltimers, parttimers? Of? Het liefste parttimers, want dan zijn we allemaal wat flexibeler. En ik denk dat dat voor iedereen gewoon het prettigste is. Ja. En ben jij ook helemaal blij? Hè? Want, ik ben helemaal blij, absoluut. Ja, want je zei net, ik hoor ook een beetje bij het interieur. Hoe lang werk jij er nou al? 7 jaar. Ja, dat is voor alle hele tijd. Ja, en dit is dan toch weer het is toch een heel nieuw hoofdstuk. Het is, het is gewoon een geweldig pand. Het is gewoon. Ja, lekker ruim. Ja, en als je binnenkomt, zie je het meteen. Ja. En jullie hebben vanmiddag nog een feestje, maar dat is besloten. Dat is voor collega's en vrienden en familie. Ja, komen ze kijken. Lekker, komen ze eventjes kijken en een borreltje drinken. En morgen om 10 uur staan we klaar voor onze klanten. Nou, dat is heel goed. Dan probeer ik het er vandaag nog op te zetten. Heb ik toch nog een beetje sneak preview. Een zorgbare verrassing. En dan wens ik jullie heel veel plezier. En ook zakelijk succes natuurlijk. Dank je wel. En, geniet er maar van. Dank je wel. Nee, klopt. Maar ik dacht nu een leuk kleedje. Jazeker. Ik ga even kijken. Ik vind de muur achter de kassa is ook mooi. Hij is geweldig geworden, hè? Ja. Het is gewoon behang. Het is gewoon behang. Het is behang van fotowol. En ik heb dat in de andere pand had ik dat ook. Een blikvanger, de muur achter de balie, omdat je daar niks anders hebt hangen. Dus dat moet gewoon echt even een blikvanger zijn. Maar ik wilde eigenlijk een beetje industrieel chic. Ja, dat is het ook. Hè? En zoeken. En ik kwam deze tegen en ik dacht, dit is hem. Dit doen we. Deze doen we. Nou, moet ja. Ik ben echt zo blij dat ik deze stap genomen heb. Ja. Ja, super.